Java Coffee Company brandt sinds 1935 koffie in Rotselaar. Maandelijks produceert het bedrijf gemiddeld 80 ton onder het eigen Java-merk, maar ook voor private labels. De Java Coffee Company telt 30 medewerkers. De jaaromzet bedraagt zo'n 10 miljoen euro. De Java Coffee Company is een familiale koffiebrander. Momenteel ben ik zelf actief als vierde generatie. Ik heb de leiding overgenomen van mijn vader. Wij evolueren momenteel van een business-to-business merk naar een business-to-consumer merk. We hebben een heel ambitieus businessplan geschreven waarop we minimum 10% groei hebben opgenomen. Om deze consument nog beter te bereiken, hebben we volledig ingezet op horeca en retail. We hebben de Java Coffee House gelanceerd. Dit is een volledig in-house koffiebar concept waar de werknemers in grote bedrijven kunnen genieten in een informele sfeer van een lekkere Java koffie. Voor de Java Coffee Company is een constante kwaliteit belangrijk. Daarom wordt zowel de groene als de gebrande koffie in het labo geanalyseerd. De vers gebrande koffiebonen worden gemalen om de brandgraad te bepalen. Op dat moment kunnen we uiteraard niks meer veranderen aan die brandgraad. Dus het branden van ambachtelijk perfecte koffie is een kwestie van ervaring en kennis van de meester koffiebrander. Moesten wij nu de brandkleur in productie kunnen bepalen op een wetenschappelijke manier, dan zouden we tijd winnen en zou de meester koffiebrander een extra tool hebben om de perfecte kwaliteit af te leveren. Bij IMEC werd de hyperspectrale camera ontwikkeld. Deze camera wordt nu getest voor kwaliteitscontrole in een productieomgeving. Flanders Food zocht samen met IMEC interessante toepassingen in de voedingsindustrie voor de validatie van de hyperspectrale beeldverwerkingstechnologie. Wij zagen onmiddellijk interessante toepassingen voor deze camera tijdens ons productieproces om de brandgraad automatisch te meten op onze koffieboon. In vergelijking met een gewone camera kan de hyperspectrale camera veel meer gedetailleerde kleuren waarnemen via UV-golven of infraroodtechnologie. In de ideale wereld zouden we de hyperspectrale camera willen kunnen inzetten in de brandtrommel zelf om het brandproces automatisch te stoppen. Op dit moment gaat dat niet en is dat een automatische stop na een bepaalde tijd. Maar niet alle bonen zijn hetzelfde, waardoor de brandtijd kan variëren. Van boon tot boon. Met deze camera zou elke trommel koffiebonen nog perfecter gebrand kunnen worden. Via de hyperspectrale camera kan meteen ook de goede smaak van de koffie op een wetenschappelijke manier geanalyseerd worden.